We zijn aanwezig bij de taalalliantie van de versnelling. Lezen en schrijven, waarom bent u hier? Onze taak is om te zorgen dat laaggeletterdheid meer aandacht krijgt. En dat kan je niet alleen, dat doe je met heel veel partners, om een voorbeeld te noemen. Met bibliotheken, met Taal doet meer, Humanitas, maar ook DigiWijs zorgen wij dat in wijken, in buurten heel veel gebeurt met taal, digitaal, rekenen, waar mensen inderdaad in de problemen zitten. Waarom is dit georganiseerd? Dit is georganiseerd omdat we professionals en bewoners in Overvecht duidelijk willen maken wat het talenaanbod is in Overvecht. En wij zijn in het kader van de versnelling, hebben wij een samenwerking met Wijk & Co, de bibliotheek, Prago en NL Educatie om laaggeletterdheid in Overvecht een boost te geven. Dus er zijn heel veel laaggeletterden in Overvecht. Mm-hmm. En wij doen ons best om dat aantal kleiner te maken. Ja. Waarom bent u hier? Ik ben hier om een cursus te leren over computers, over digitaal. En waarom wilt u dat? Omdat ik fotografeer wel, maar ik weet nog niet hoe ik dat precies moet doen. Wat ik ermee moet doen, hoe ik het op de computer moet krijgen. Wat hebben jullie, de wijkbewoners, te bieden? Uw centrale is heel groot. En wat ik doe, is eigenlijk, ik zorg dat mensen op een goede manier informatie en advies krijgen. We geven bijvoorbeeld dit boekje uit, de Plusgids, deze. Die komt ieder jaar uit en daar schrijven we eigenlijk een heleboel in van wat er in Utrecht allemaal te doen is voor mensen. Aan regelingen, aan adressen waar ze hulp kunnen krijgen. En dat wordt veel gebruikt als mensen het zelf niet kunnen gebruiken. Gebruiken ook veel hulp- en dienstverleners het. Ja. Met Taal en Ouders hebben we een samenwerking samen met Alsare. En gaan we taallessen geven op basisscholen in Utrecht, onder andere ook in Overvecht. We hebben lesmateriaal en we gaan met vrijwilligers en met professionals op de scholen in groepjes lessen geven aan de ouders. Over thema's die te maken hebben met de school. Dus zowel taaloefeningen als ook oefeningen om bijvoorbeeld in gesprek te gaan met je kind over school. Maar ook het oefenen van een 10-minuten gesprekje met de leerkracht. Dat soort onderwerpen. Jullie zijn zelf ook aan het filmen. Waarom? We komen hier om mensen te gaan interviewen. En we hebben net ook al een meneer geïnterviewd. En die had het over hoe het is begonnen en over taal en dat soort dingen. Hoe mensen kunnen rekenen. En niet alleen jongkinderen, maar ook oude mensen. Ja. Maar waarom doen jullie dit? Om meer te leren over de wijk. En om mensen te overhoren wat ze vinden en wat ze niet vinden. En hebben jullie hier wat van geleerd al? Nou, ik wel, want ja, je moet nooit te vroeg van school afgaan, want ja, het hoeft niet per se, want je kan hier altijd nog terechtkomen, maar ja, het zou wel beter zijn. Ja. Geldt dat ook voor jou? Ja, hetzelfde.